Vorige week namen mensen onder grote belangstelling afscheid van de legendarische Jan van Veen, die op 79-jarige leeftijd overleed. Een bijzonder moment, vooral omdat zijn twee zoons, die jarenlang geen contact met hun vader hadden, aanwezig waren. Op de tonen van de herkenbare tune van zijn iconische radioprogramma Candlelight startte vorige week vrijdag de emotionele uitvaart van Jan van Veen. Zijn overlijden, veroorzaakt door de genadeloze spierziekte als, had ruim een week eerder plaatsgevonden. De afscheidsceremonie vond plaats in het uitvaartcentrum in Laren. De organisatie ervan vergde enige tijd omdat Sebastian, een van zijn zoons die met zijn gezin in het buitenland woont, moest reizen om aanwezig te kunnen zijn. Het feit dat beide zoons, Sebastian en Mike, bij de crematie aanwezig waren, was geen vanzelfsprekendheid. Na de scheiding van zijn vrouw Luki, waarmee hij 44 jaar getrouwd was geweest, had Jan lange tijd geen contact met zijn zoons. Maar tot grote opluchting van Jan en zijn omgeving werd deze breuk uiteindelijk hersteld, zoals ook bleek tijdens de ontroerende uitvaart. Mike deelde tijdens de plechtigheid zijn herinneringen aan de laatste weken van zijn vader, waarin ze samen op de IC van het ziekenhuis urenlang naar verschillende televisieprogramma's keken. Hij beschreef ook hoeveel vrienden afscheid kwamen nemen, waardoor de IC nog nooit zo druk was geweest. Dit riep bij Mike de vraag op of zoiets eigenlijk wel kon gebeuren. Jans' spien deelde emotioneel haar bewondering voor haar broer en vertelde hoe ze altijd opkeek naar hem. Voor haar was hij nooit slechts de bekende radiodj, maar altijd de liefdevolle en sympathieke broer. Samen bliezen Jans' zoons de laatste brandende kaars uit, waarna Jans zijn allerlaatste applaus ontving. Een waardig afscheid voor een markante persoonlijkheid.